Ook de single Burning Heart van Van den Berg staat op een veelbelovende 75ste plaats. Annette van Tricht sprak met de betonrockers. Ja, en hoe je het bekijkt, bekijk je het. Van den Berg bestaat toch nog maar 5 maanden in Nederland. Ad, wat is nou het unieke aan jullie situatie? Dat wij geen Nederlandstalige muziek maken. Het unieke van onze situatie op het ogenblik is dat we een contract hebben aangeboden gekregen met een Amerikaanse platenfirma. En daar hebben we dus een LP voor opgenomen. Die is inmiddels over het grootste gedeelte van de wereld uit. Inclusief Nederland, jazeker. En die is pas in Amerika uitgekomen. En dat zowel de LP als de singles en de Billboard Top 100 binnengekomen. Jullie zijn een paar weken geleden teruggekeerd vanuit Engeland. Hoe waren jullie ervaringen? Prachtig. We hebben 20 optredens gedaan in het voorprogramma van de Michael Schenker Group. En die zijn geweldig verlopen. Ik kan niet anders zeggen. Ad, jullie gaan naar Amerika. Dat in verband met de single die binnengekomen is in de Amerikaanse hitlijsten. Ja! Wat gaat er gebeuren? Over 1,5 week vertrekken we naar Amerika dus. Voor een maand of 2, waarin we uitgebreid gaan toeren in het voorprogramma van de Ozzy Osbourne Group. En dat is de jongen die vroeger bij Black Sabbath zat en die is nogal populair in Amerika. Dat houdt dus in dat we in zalen spelen tussen de 15 en de 20.000 man zo'n beetje. Leven jullie echt als rock'n'rollsterren of is het keihard werken? We proberen af en toe te leven als rock'n'rollsterren, maar tot nu toe zijn we niet verder gekomen dan glaasjes melk, fruit, af en toe. Lukt dan niet zo, hoor. Jou wel, nou we zien. Zag ik daar een opsteen gebaar aan de hoek? Nee, we leven vrij gezond eigenlijk. We hebben ons laten vertellen dat we zelfs bijzonder gezond leven. Maar misschien dat we er wat aan kunnen doen binnenkort. Okay, vanuit Nederland zullen we de lijst in de gaten houden. Heel veel succes, jongens. Dankjewel. Okay.
was Van den Berg met Burning Heart. We wensen de groep natuurlijk veel succes in Amerika. Maar het kost Countdown wel een verslaggever. Want Kees Baars, die inmiddels manager van de groep is geworden, gaat met ze mee. Van den Berg speelt overigens op 21 januari live in het radioprogramma Countdown Café. Je kan daar ook afscheid komen nemen van Kees Baars. In de nacht van 9 op 10 november van het jaar 1938 lijkt nog een... Golden Earring staat hoog genoteerd, nu al in de top 10 met de Twilight Zone. En het gaat voortreffelijk met de Nederlandse formatie Van den Berg in de USA. Burning Heart. Niet alleen in Amerika, maar ook bij ons. Burning.